Hallo allemaal en goedemorgen. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Vandaag is dan officieel de kerstvakantie begonnen. Burgemeester Halsema die heeft twee van die tieners. Wij hebben er één. En dat betekent dat die tieners vrij zijn. En de hele dag thuis zijn. En dat betekent kerstfilms en dat soort dingen. En ik ben van mening dat iedere film waar een voldoende hoeveelheid sneeuw in voorkomt, in principe geschikt is als kerstfilm. Ik ben sowieso dol op films die zich afspelen ergens waar het heel erg sneeuwt. Dit wordt een non-spoiler review van deze film, The Calling. Ik zal even de blarp erbij pakken. Detective Hazel McAuliffe hasn't had much to worry about in the sleepy town of Fort Dundas, until a string of gruesome murders in the surrounding countryside brings her face to face with a serial killer driven by a higher calling. Ik vond deze film helemaal fantastisch. Hij is uit 2014. Ik heb hem toen gemist, denk ik dan. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik ga wel een beetje wat vertellen, maar ik zal hem echt proberen helemaal spoiler-free te houden. Fort Dundas is ergens in the middle of nowhere. Waanzinnig veel sneeuw. En Susan Sarandon speelt de sheriff. Er staat hier Detective Hazel. Ze is geen detective, ze is een sheriff. In een klein slaperig stadje, waar inderdaad vrijwel niets gebeurt. Ik vind Susan Sarandon een geweldige actrice, maar ik vind dit echt een van de beste rollen. Het was fantastisch goed. En wat gebeurt er? Ze vinden inderdaad een lijk. Vinden ze, en er blijken wat gekke dingen met dat lijk gedaan te zijn. En vrij kort daarna vinden ze er nog een en er nog een. En zo begint het. Zij gaan op zoek naar wat is hier gaan. Ze hebben niet echt de mankracht om een echte zoektocht te doen, om echt detective werk te doen. Ze hebben die ervaring ook helemaal niet. Maar het hoofdbureau in de stad zegt van, ja, sorry, maar ik ga niet allemaal detectives daarheen sturen. Gewoon, je hebt twee lijken, stel je niet zo aan. Dus doen ze het zelf. Wie zit er nog meer in? Nou, Gil Bellows zit erin. Ik vind hem een hele goede acteur. En hij zit erin, die jongen uit... God, ik ben die serie vergeten, maar goed. Hij heet Topher Grace en hij speelt een beetje een soort junior deputy. Het is een slow burner. Het draait voornamelijk om de karakters. Dus het is character driven en dialogue driven. En ja, prachtig mooie sneeuwlandschap. Maar het is voortdurend ijs en ijskoud. En het is dood en dood eng. Maar niet bloederig dood en dood eng. Ik ga deze film zeker nog een keer kijken. Nogmaals, ik ben een beetje biased, want ik ben dol op films die zich afspelen in de sneeuw. Maar dit is een geweldige slow burning thriller. Echt absoluut fantastisch. Ik heb vanaf het begin tot het eind op het puntje van mijn stoel gezeten. Met name door haar, door Susan Sarandon. Haar vond ik helemaal fantastisch. De rest van de acteurs waren ook allemaal heel erg goed. Maar zij is hierin helemaal fantastisch. Ik vind het ook leuk dat het is een heel ander soort rol dan ik haar ooit heb zien spelen. Ik heb toch wel een hele hoop films met Susan Sarandon gezien. Maar ik kan me nou niet herinneren dat zij ooit een detective speelde. Of in dit geval dus een sheriff. En ik denk dat ze dat vaker had moeten doen. Want ze doet het fantastisch. Misschien is het wel zo omdat ze nog nooit een detective / sheriff gespeeld heeft, dat het daarom zoveel indruk maakt. Ik zal even kort wat plaatjes ervan laten zien. Krijg een beetje een indruk. Maar dat is wel jammer. Je hebt niet echt mooie plaatjes van al die sneeuw waar ze in rondbaggeren. Dat is wel een beetje zonde.
Burgemeester Halsma is helemaal dol op Amerikaanse series en Amerikaanse thrillers. Dat hebben ze uitgelegd in meerdere interviews. Het is bij haar zo erg dat zij collega's en zelfs journalisten, soms van advies voorziet, gewoon ongevraagd advies en zegt: deze film moet je zien. Of deze serie moet je zien. Want zij is er altijd als de kippen bij. Mevrouw Halsema, ik denk dat u deze film helemaal geweldig zult vinden. En Susan Sarandon is helemaal fantastisch. Een heerlijke film voor tijdens die kerstvakantie. Hoe lang duurt die? Kunnen we dat ergens zien? 1 uur en 48 minuten. Volgens mij was hij wel 2 uur. Nou ja, ik vond hem fantastisch van begin tot eind. Dit, The Calling uit 2014 met Susan Sarandon. Een dikke aanrader. Een dikke aanrader. Je kunt op YouTube de trailer bekijken. Dit is van tevoren weet. Kun je dit kijken met kinderen? Haar kinderen zijn 15. Dus dat kan makkelijk. Die van ons is 14. Jonger dan dat? I don't know. Vanaf 12 zou moeten kunnen. Er zit echt niet zo heel veel bloed in. De onderwerpen zijn volwassen. Maar dat kun je gewoon uitleggen aan kinderen. En ze zien wel meer enge rotzooi. The Calling. 2014. Fantastisch leuke kerst tussen aanhalingstekens film. Ik zou zeggen, ga die kijken. Burgemeester Halsema, ga die kijken. Dat was hem weer. Tot de volgende keer.